Dit is ZUTV vandaag. Welkom. Goedemorgen, goedemiddag en goedenavond. Dit is Mario Pinas voor ZUTV vandaag. Ja, ik ben nu weer in gesprek met de heer Wolf. We gaan het hebben over actuele zaken in de maatschappij. En natuurlijk gaan we het ook hebben over corona. En de volksgezondheid, subsidie in relatie tot de prijsstijgingen. Dus luister u naar dit gesprek met de heer Wolf. Klik op abonneren en vind het leuk. Dit is Mario Pinas voor ZUTV vandaag. Ja, meneer Wolf, om door naar Makander Baka. Yes. Daar vijf kunnen naar jou. Wel, naar Amerika. Naar omstandigheden, ego. Naar omstandigheden, ja. Goed, hè. En natuurlijk zijn er wat dingen in de media geweest. En die natuurlijk uw interesse hebben gegrepen. U zou het over vonkelen. En hoe zit het met de vonkel? Want u heeft daar iets over wat u graag kwijt wil. Ja. En die kwestie vonkel heeft me heel erg geraakt. Als oud voetballer. Dan kan ik dit niet over me heen laten gaan. Vonkel is geschorst door de SVB. Omdat hij niet is gegaan naar de U20. Of hij wilde niet voetballen voor de U20. Ja. Wat de reden daartoe was, weet ik niet. Maar in elk geval, Vonkel heeft een plek gehad bij de groep Messi en Suarez. Een jongen van onder de 20. En dat betekent een status voor hem. Begrijp je? Ja. Het betekent een status voor die jonge man. Als die jongen onze nationaal keeper is, U20, Nacho, Robinet, kijk hoeveel hij moet verzetten. Dan zou je tenminste als SVB-bestuur op een heel andere manier met hem moeten omgaan. Hij is jong. Ja. Maar dat is niet gebeurd. Vonkel is aangepakt alsof wij met professionals te doen hadden. Kan niet. Onze voetballers, vooral in deze tijd, hebben het heel erg zwaar. Aan de ene kant armoede, aan de andere kant overleven. Dan heb je weer een plein voetbal om te ontspannen. Die man krijgt de gelegenheid om zich te ontspannen. En omdat hij niet wilde kiepen voor de U20, is hij geschorst door het SVB-bestuur. Okay. Hij was daar niet toe verplicht om te voetballen? Ik zei? Hij was daartoe niet verplicht? Wel, wat er precies is gebeurd, is nog steeds onduidelijk. Toch? Ja. Maar ik zeg, het zijn geen professionals. Het zijn geen betaalde voetballers. Iedereen heeft een vrije wil. Toch? Als hij voor het nationaal elftal wil spelen, prima. Is de man zijn nationaal gevoel. Ja? Maar hij doet het uit plezier, uit liefde voor zijn land. Maar er zal wel een reden zijn. Want die man kipt in 3 gelederen. Ja. Toch? Maar de uitspraken die gedaan zijn met betrekking tot discipline enzovoorts enzovoorts, kwam erop neer dat hij om zijn disciplinair gedrag gestraft is geworden. Terwijl dit soort voetballers, ze hebben het reeds zwaar, dan zou je de man moeten begeleiden. Ja. Of over het algemeen zou je ze moeten begeleiden. Niet alleen het voetballen is belangrijk. Bij het voetballen moet je ook een sociaal-maatschappelijk functie hebben. Opvoeding hebben, een pedagogische opvoeding, een psychologische opvoeding. Alles moet je hebben om een status te geven aan het spel dat je moet leveren. Maar als je dat niet hebt, dan zou je de trap ook niet kunnen klimmen. Ja.
weet je. Zijn dit soort acties dan eigenlijk desastreus voor de ontwikkeling van het Surinaamse voetbal? Vanzelf. Ik betwijfel zelfs als er deskundigen zijn die dagelijks met deze jonge mannen in contact zijn. Begrijp je? Want er wordt alleen gepraat over nieuwe trainer, toch? Maar verder hoor je niets, toch? Maar het jammerlijke dat ik vond, ik heb begrepen dat Menso, trainer Menso, hem ook op de lijst had geplaatst om naar Nederland te gaan, om te voetballen. Ja. En de SVB heeft hem van de lijst gehaald, omdat hij niet voor de U20 wilde voetballen. Ja. Ik zeg, wanneer jij een organisatie leidt, moet je tenminste een beetje management hebben, sportmanagement moet je hebben. Ja. Ten tweede, je moet een beetje gevoel hebben voor onze voetbalsport, want we zitten ver achter. Juist op dit moment proberen de jongens zich te profileren en dan gebeurt dit. Het is een slag voor het team, want ik heb opnames van Vonkel meegemaakt. Hij is geen makkelijke jongen om hem te passeren. Weet je? En er is laatst nog een andere genoemd, zijn naam is me ontgaan, Achterhoede, ook een toffe jongen. Ja. Dus als deze twee mannen met elkaar voetballend communiceren, toch, dan hebben we een sterk team. Ja. Maar als je nu de ploeg demotiveert, ik vraag mezelf alleen maar af, heeft iemand binnen de SVB eens een bal getrapt? Ja, want wat is het signaal wat ze geven met de rest van het team? Daarom, als je nooit een bal hebt getrapt, wat voor signaal zou je kunnen geven aan het team? Ja. Toch? De enige voetballer die ik ken, ja, ik wil niet racistisch zijn hoor, ben ik ook niet, maar de enige grote voetballer die ik ken is Sien, die speelde voor Transvaal. Hij heeft ook jaren voor het Nationaal Elftal gespeeld en verder ken ik niemand. Ja. Dus ik vind het bestuur moet nu hun verstand gebruiken. Ze hebben niet te doen met volwassen mannen. Ze hebben te doen met jongeren die nog hun sporen moeten verdienen. Ja. Kijk bijvoorbeeld als Vonkel naar Nederland was geweest. Wie weet, had men hem daar gespot. Ja. En men had hem gecontracteerd. Ik heb begrepen dat hij een uitreiking had gehad of iets dergelijks. Ja, ik weet niet hoe dat ding precies in elkaar zit, maar hij is ook betrokken, hij zou betrokken zijn geweest of betrokken moeten zijn in het team van Messi en Suarez, ja, de grote wereldvoetballer. Dat wil zeggen, je hebt al een status, toch? En dat jullie SVB bestuur nog kan brokken om een man, in nog mag brokken om man. Maar je broek is van voetbal of zo. Zuiver. En dat vind ik jammer, ja, toch? Zo'n grote voetballer, dit soort keepers vind je niet makkelijk. Ja. Weet je, ik heb ook gevoetbald in het Suriname stadion. Destijds hadden we ze, toch, je kan ze bij namen noemen, nu heb je ze niet meer. En als je een Vonkel hebt, brassa amahori, ja, weet je, probeer hem naar grotere hoogte te brengen. Maar nog brokken aboy. En dat vind ik heel erg jammer. Toch? Want je hebt het heel, als je nu geen begeleiders hebt met het Nationaal Elftal, dan heb je het heel team gedemotiveerd. Ja. Ik vind, tenminste hoor, wat dat betreft, ben ik radicaal. Toch? Als Vonkel niet mee mag, dan gaan wij ook niet mee. Dan blijven we in Suriname. Toch? Want Vonkel is onze man die veel betekent voor het team. Toch? En dat is heel erg jammer. Maar ja, de jongens zijn niet zo ver. Ik ben blij dat ze toch als team zijn vertrokken naar Nederland. Ja. Maar het laat toch, hoe zal ik het zeggen, een ader achter. Ja. Toch? En dat is zeer jammer. En dan zegt men nog, juni, wanneer hij weer komt, dan zullen we zien hoe we verder gaan met hem. Ja. Wel, dan had je die man toch laten gaan en wanneer hij was gekomen, toch? Dan had je hem bijvoorbeeld ter verantwoording geroepen. Of we hadden de zaak besproken. Hé, je hebt dit gedaan of je hebt zus gedaan.
Laten we er anders mee omgaan. Het is een nationale zaak. Begrijp je? Ja. Dan denk ik dat zaken anders zouden verlopen. Ja. Maar als je gewoon in de eter komt en je blij als een dictator, alsof die jongens professionals zijn. Ja. Toch? Het zijn gewoon kleine amateurs die talent hebben. Ja, die talent hebben en het talent ontwikkeld moet worden. Ja. Weet je? In allerlei vormen, maar niet alleen het voetballen, maar het mentale van jou moet ook ontwikkeld worden. En daar heb je deskundigen voor nodig. Huh? Maar je vernietigt Aboy. En dat vind ik jammer. Oké. Okay. Laten we doorgaan met iets anders. Ja. Hoe staat het in jouw visie met de volksgezondheid in Suriname nu? Want dit is iets wat natuurlijk jarenlang een probleem is. Wat is uw idee daarover? Mijn visie. Ik zeg het je eerlijk. Op deze leeftijd, ik ben angstig. Als ik je zeg dat ik angstig ben, dan ben ik inderdaad angstig. En met mij ook velen. Weet je? De volksgezondheid, in spreekwoordelijke termen zeg ik, onze volksgezondheid zit op zijn gat. Wat heb je? Chandrika Prasad Santokhi, voorzitter van de VAP. Ik heb het niet over de president, want toen was hij nog geen president. Hij heeft het gehad over onze volksgezondheid. Hij heeft onze volksgezondheid een veeg uit de pan gegeven. Geen medicamenten. Mensen gaan dood. Dit, dat. Weet je? Mensen gaan dood in het ziekenhuis. Mensen vallen neer. Ja, dat was zijn politieke campagne. In plaats dat je een handreiking doet, want we hebben allemaal de volksgezondheid nodig. Ja. Volksgezondheid is geen politiek instrument. Toch? Volksgezondheid hebben wij allemaal nodig. Maar ook hij. Ja. Hij heeft behoorlijk uitgehaald naar de volksgezondheid. Dat hij het beter zou doen. Ja? En nu, wat gebeurt er? Hij slikt zijn eigen braksel. Wat ik jammer vind, specialisten vertrekken. Nu. Hetzelfde wat hij had gezegd. Specialisten vertrekken. Verpleegkundigen vertrekken. Als je niet oppast, vertrekken zelf schoonmaaksters. Ja. Geen medicamenten. Maar je hebt medicijnen gehad uit India, waar zijn ze? Geen medicamenten. Daarom, wanneer wij bepaalde uitspraken doen, moeten we voorzichtig zijn met de uitspraken die wij doen. Want het gaat terugkomen op jou. Ja. En dan komt er nu een minister praten over een paar, hoe heet die dingen weer? Een paar klinieken die zijn opgericht in het land. Welke minister praat je over? Minister Ramadien. Een paar klinieken die geen overheidsklinieken zijn, maar er wordt ook gedaan aan gezondheidszorg. Waarbij in een van die klinieken iemand een boosterprik heeft gehad en de persoon is overleden. Recent nog? Ja, recent. Verleden week volgens mij. Maar in elk geval, de persoon is overleden. Er is geen. Men heeft niet onderzocht als er onderliggende ziekten waren. Maar men heeft het gewoon de eter ingeperst. Dat er overal klinieken zijn. Ja. Maar mijn antwoord hierop is: wanneer onze volksgezondheid op een bepaald niveau zat, dan hadden we geen klinieken nodig in Suriname. Maar als onze verpleegsters, onze specialisten vertrekken, geen medicamenten, ja, dan hebben ze ons nodig, ja. Daar hebben we ze nodig. Ja. Want je kan de ziekenhuizen niet kwalijk nemen. Je kan ze niet kwalijk nemen. En als je de minister hoort praten,
Dan praat hij alleen over de technische termen van het ziekenhuis. Of het, de technische termen van het beleid, daarover praat hij. Mm. Toch? Maar ik zeg, niet wanneer je iemand een prikje geeft, of een recept kan uitschrijven, kan je beleid maken. Toch? Beleid moet je cabeza hebben. Mm. En dat ontbreekt deze minister. Ik had het al in een interview gezegd, hij moet de eer aan zichzelf houden. Want onze volksgezondheid gaat met de dag achteruit. Weet je? Ik heb het zelfs in mijn gelederen. Je gaat naar de dokter. En die afspraak wordt gemaakt. Over een paar maanden moet je terugkomen. Mm-hmm. Terwijl de persoon eigenlijk binnen 2-3 weken weer op consult moest. Over en als de persoon over die paar maanden terug gaat, de dokter die haar moet helpen, is vertrokken naar het buitenland. En dan kom je zitten voor een andere arts die je andere vragen gaat stellen. Weet je? En dat is zeer erg jammer. We moeten niet grappen met onze volksgezondheid. Mm-hmm. Weet je? Men zegt, er is geen geld. Er is helemaal geen geld. Er zijn schulden achtergelaten. Ze hebben dan een groot deel van de schulden betaald. Wie moet ze betalen? Als de ene regering het niet heeft betaald. Of betaalt de andere regering het? Het is een nationale zaak. Ja. Vooral de volksgezondheid. Wij moeten niet teruggaan, terugwijzen met de vingers. Dat is onprofessioneel. Toch? Die gelden die men wil spinnen. Om die brug over de quarantainrivier te bouwen. Waarom gaat dat niet in de volksgezondheid? Waarom stimuleert men de armoede daarmee niet? Weet je? Want een ongezond volk kan geen ontwikkeling brengen. Ja. En een armoedig volk zou je burgerlijke ongehoorzaamheid krijgen. Want, dit is maar moest nyang. Weet je? En dat is jammer. Men zit allerlei worsten voor de neuzen van mensen te houden. Dat die tunnel verlicht zal worden. Maar die tunnel blijft donker. Ja. Want tot nu toe hebben we niets uit die tunnel gezien. Weet je? En dat is jammer. Zo kennen we Suriname niet. En wanneer men vast zit, wanneer men klem zit, dan verwijst men naar de vorige regering. De vorige regering heeft ook fouten gemaakt, dat ontken ik niet. Ze hebben ook fouten gemaakt, het zijn mensen. Maar wat er nu wordt gemaakt, zijn blunders. Toch? Het zijn gewoonweg blunders. De vorige regering kon tenminste aanwijzen wat hun verworvenheden zijn. Wat kan deze regering aanwijzen in 3,5 jaar? Alleen maar corruptie. Dat zijn hun verworvenheden. Alleen maar corruptie. En dat is jammer. Ja. Ik vind onze trias politica is goed. Sorry. Onze trias politica is gewoon een netwerk. Ja. Toch? Die elkaar ondersteunen. Hoe willen we vooruitkomen? Huh? Hoe willen wij vooruitkomen? Suriname zit op dit moment. Maar is het juist om te zeggen dat Suriname, zoals velen zeggen, een bananenrepubliek is? Wel, ik wil Suriname geen bananenrepubliek noemen. Het komt een beetje beledigend over. Hè? Maar er gebeuren zaken hier in Suriname die het daglicht niet kunnen aanschouwen. Weet je? Dan komen we weer op een ander onderwerp. Kijk bijvoorbeeld drugs. Volgens mij is Suriname het eerste drugs en hoe noem je het? Doorvoerland. Vanuit Zuid-Amerika, het Caribisch gebied. Maar er wordt niemand aangehouden, ze worden nog steeds gezocht. Maar er zijn wel containers gevonden. En op de haven zijn ze er naartoe gevlogen. Maar hoe komt het dat er checkposten zijn in bepaalde plekken, maar. Dat bedoel ik. Maar wanneer de gewone burger gaat, wordt tegengehouden en geprotesteerd, maar zulke
containers en vrachtwagens gaan gewoon. Ja, ze gaan gewoon door, omdat medewerking wordt verleend, toch? Kijk bijvoorbeeld, hoe kan er drugs worden geplaatst in een machinekamer van een vliegtuig? Je zou eerder drugs kunnen plaatsen in de vrachtruimte. Maar in een machinekamer, waar elk ogenblik de piloten enzovoorts even naar beneden gaan om dingen, om zaken te checken. Ja, er zijn maintenance workers die zuiver. En dan weet je niet wie het daar heeft geplaatst. Of houdt men dat voor ons geheim? Huh? Het is jammer. Het is ook hetzelfde toch met die, hoe je dat ding weer, Pan American Estate. Ja. Is ook zo een vervelende zaak. Er wordt een vooronderzoek gedaan. En dan een voorgerechtelijk onderzoek. En dan, uit het voorgerechtelijk onderzoek, zal er een verdachte naar buiten treden. Om men zal, hoe zal ik het zeggen? Daar zou men moeten bepalen. Als er verdachten zijn. Ja. Toch? En als er verdachten zijn, iets wat ik niet hoop. En iets wat ik niet denk. Toch? Want ze beschermen elkaar via de trias politica. Want je zal nu een verzoek doen bij de Nationale Assemblée om verdachten in staat van beschuldiging te stellen, toch? Vooral als het ambtsdragers zijn. Ja. Maar de PG moet dat doen. Dan weten we direct wat onze Nationale Assemblée is, toch? Hoe ze denken, hoe ze met strafbare feiten omgaan. Weet je hoeveel ik heb laatst gelezen op Facebook? Want men heeft een negatief beeld over Facebook. Sommigen hebben gevraagd om Facebook te verbieden. Maar de man die het heeft geschreven is een man die het zal weten. Is niet een man van de straat. Toch? Is een man ook die in het parlement heeft gezeten. Okay. Meer dan 100 corruptiezaken. Nog geen is opgelost. En dan zijn er nog commissieleden. In plaats dat de zaken worden onderzocht door het OM, zijn er commissieleden die het vooronderzoek doen. En het resultaat is rest nul. En dat is jammer. Zo gaan we niet met elkaar om, toch? In een democratisch land. Nee. En wanneer Bouterse veroordeeld wordt, dan krijgen ze een schouderklopje. De rechtsstaat heeft een pluimpje. Kunnen we praten over rechtsstaat? Nee, toch? De rechtsstaat is voor jou en ik en iedereen. En als er strafbare feiten zijn gepleegd, toch, dan zijn we allemaal ook verantwoordelijk voor hetgeen wij gedaan hebben. Ja. Begrijp je? En dat vind ik jammer, man. Echt jammer. Oké. Okay. Nou, de Wolf, hoe de contrato, you know? Koluku, de subsidie, toch? In relatie tot prijsstijgingen. Hoe zit het? Wat heeft de samenleving daarmee te maken? Hoe heeft de samenleving daarmee te doen? Wel, ik ga je eerlijk zeggen. Als deze subsidie van die samenleving wordt afgenomen, ik hoop het niet. Maar die armoede die hier zal plaatsvinden, nou, ik ben bang, ik durf het te zeggen, dat we een tweede Haiti worden. Want je bent niet in staat goederen meer in de winkel te kopen. Want allemaal is op een prijs. Elektriciteit. Ik heb bedragen gelezen. Ik dacht in mezelf van, hé, moeten wij dit gaan betalen? Nee toch? Ik zou zeggen, bouw het af. Laat die mensen bewust worden van elektriciteitsgebruik. Ja. Toch? Want als je woningen voorbij rijdt, bright light, toch?
Ze gebruiken geen spaarlamp. Nee, bright light. Zij betalen het zelf, toch? Maar het gaat niet in je koude kleren zitten. En dan wil men praten over licht in de tunnel. Je wil 4 miljard besparen. Wat ga je met die 4 miljard doen? Om meer commissielieden uit te betalen? Om meer reizen te maken uit het, naar het buitenland, rest nul? Daar hebben we niets aan. Pak de volksgezondheid aan, dan zeg ik oké. Okay. Ja? Pak de armoede aan, dan zeg ik oké. Okay. Maar wat gebeurt er nu? Wat er nu in Suriname gebeurt, is top. Er is laatst een commissie opgericht. En die commissie moet een rapport uitbrengen met betrekking tot verhoogde criminaliteit. Wie houdt wie voor de gek? Wat ze moeten doen, doen ze niet. De minister wil 100 zoveel auto's hebben. Ik denk 4000 of hoeveel politiemannen. Om de criminaliteit te beteugelen. Zo beteugel je de criminaliteit niet. Er is een oorzaak. Of een aanleiding, hoe je het wil noemen. Toch? Armoede leidt tot criminaliteit. Dat wil zeggen, als jij de armoede kan ondersteunen, zodat de mensen beter kunnen gaan leven, dan zal je zien dat de criminaliteit ook ophoudt. De grote boys die gaan door, want die mannen bijjano man, die mannen willen verdienen. Maar die kleine man die een cellulaire overstraat heeft geroofd, weet je, hij heeft het gedaan omdat Amano Manyang, ik keur het niet goed, maar dat heeft de overheid zelf in de hand gewerkt. De overheid heeft dat zelf in de hand gewerkt. En nu ga je een commissie benoemen om de criminaliteit te beteugelen. Het heeft geen zin. Werk aan de armoede. En als je dat onder de voet hebt, kan je heel veel winnen. Maar wat ik nu zie, nee, dit is tof. Ja. Je bent niet veilig in je huis, je bent niet veilig op straat, je bent niet veilig in je auto, je bent nergens veilig. Ja, ja, dat klopt. Weet je, je bent nergens veilig. Okay. Ik kan niet met volle auto rijden, toch? Ik ben geen notabele, dus ik voel het niet. Ik kan niet met volle auto rijden. Maar zij die met volgauto rijden, het interesseert ze niet. Het enigste wat ze interesseert, vouwen met haar money. En het arme volk stikt. Om het zo uit te drukken. Je hebt de vakbonden, politieke partijen, binnen en buiten het parlement, christelijke organisaties, andere organisaties, ze zwijgen als het graf. Wat is de reden daarvoor, denk ik? Wat je? Wat is de reden dat zij zwijgen? Ik weet het niet. Maar ze zwijgen als het graf. De politie heeft het even moeilijk als de persoon die overdag niet eens een broodje kan kopen. De militairen hebben het ook even moeilijk. De veiligheidsmannen hebben het even moeilijk. Maar ze moeten hun werk doen. Toch? Het kan nooit prettig lopen in Suriname. Bestaat niet. Er moet wat gebeuren. 2019 moet het zijn. Ja. Onafhankelijkheidplein Bespang. Je kan nergens een centimeter verwijderd van iemand anders staan. Want de regering Boutersen heeft het verpest. Ja? Nu, allemaal vrede op het onafhankelijkheidsplein. Allemaal vrede op de moffel. Ik volg de laatst een verklaring van C47. Wetak, wetak, wetak. Maar wat gaan we doen?
We praten langs de omweg, maar wat gaan we doen? Bestaat de CLO nog? Je hoort ze niet meer. Yeah. En de, hoe heet dat in BVL? Ja. BVL als Van Mangre. Waar zijn ze? Je hoort ze ook niet. Ze zijn allemaal stil. En doen alsof. De enige man die ik tot nu toe heb gehoord is de call. Ja. Okay. Maar de call alleen kan het niet, toch? Nee. Dus we moeten het gezamenlijk doen. Wij willen geen oorlog. We willen geen burgerlijke ongehoorzaamheid. Maar wij willen dat onze stem wordt gehoord. En dat de overheid en verantwoorde maatregelen treft, zodat we het beter kunnen hebben. Ik wil niet meer horen van, er is geen geld, er is geen geld. Er worden zoveel miljoenen geleend bij IMF. Maar ik heb nog steeds niets gezien. Wat doet men met die gelden van IMF? Ik weet het niet. Opstapelen. Sociaal-maatschappelijk. Om armoede te beteugelen. Pay-a-money-day. Je hoort niets, weet je. Dus, of heeft men het geld voor de komende verkiezing als campagne? Wel, jullie mogen erop rekenen hoor. Het zal niet makkelijk zijn. Okay. We zijn alert. Okay, laten we dan naar een favoriete onderwerp van jou gaan. Corona. Ik begrijp daaruit dat er een swamp, iets met een swamp is. Kan je me daar iets meer over vertellen? Kijk, in mijn vorige interviews heb ik gesproken over corona. Ja. Heel veel over de agrarische sector enzovoorts. Ik ben me vrijdag gaan oriënteren. Ja. En wat ik daar zag, ik had zin om niemand te spreken. Mij moet voeren. En waarom? Bigis Mataki, le chief doti, te doro in yo pranasi, te kip chinso watra, wasi fesi, te kip chinso watra, fag adoti, dringi, dat bigis ma eleri. Als je die kanalen ziet van Coroni, het water is bruin-groen. En als je via die kanalen naar achter kijkt, is het dicht begroeid. Dus het water dat eigenlijk naar voren zou moeten stromen, Awatrane Komoro, alles komt van de zee. Dus verstopt gewoon. Ja, alleen maar bos, overal. Waar je voorbij rijdt, je vriend waar hij even, naast zo'n boesboesje is in de kanaal. Oh, nee, die nog stappen. OW, volgens mij heeft OW een nieuwe naamsverandering gehad. En die naamsverandering van OW is bruggetjes bouwen, toch? Lintjes knippen. Dat is die naamsverandering van OW. Maar verder, dat dit ding. Ik trap den tap den dooi, dan doen ze onverantwoorde amateuristische uitspraken. Amateuristische uitspraken. Ja. Weet je? We gaan verder met corona. Ja. Er is een dijk gebouwd van ongeveer, ik denk 12 kilometer hoor. Ja. Van Burnside tot mooi kanaal. Is er een dijk gebouwd. Dus dat gedeelte valt nog mee, alleen de sluispoorten die zijn defect, ja. Waardoor het zeewater gewoon via die sluispoorten in het achterland van Coroni terechtkomt voor por a agrarische sector, zoutwater, toch? Maar als je verder gaat, daar is er geen dijk. En heb ik meegemaakt. Ik reed voorbij Ingi Kondre. Toen ik voorbij Ingi Kondre reed, dacht ik dat ik langs het stuwmeer reed. Echt waar. Een grote meer. Kijk, dat is met droge bomen ertussen. Ja.
toch? Dicht aan zee, paal achter de woning van de bewoners daar. Dus als de zee even een beetje moeilijk doet, dan bestaat dat gedeelte niet meer. Dat zijn niet, wordt aan de lucht gepaard. Bijvoorbeeld. Maar men gaat constant over die weg richting Nikeri om de waterhuishouding daar te regelen. En corona wordt miskend. Begrijp je? Ja. Corona wordt miskend. En dat is zeer erg jammer. Want het gaat gebeuren. Ik kan je garanderen. Want die zeespiegel, die stijgt, toch? Ja. Die zeespiegel stijgt. En wat gaat er met dat gedeelte van corona gebeuren? Vooral als de zee een beetje woelig wordt. Ja. Daar hebben we een probleem. Terwijl als je op die dijk staat, vroeger kon je de zee zien. Maar nu niet meer. Op die dijk zie je alleen maar parwabomen, parwabos. Je ziet de zee niet meer. Ja. Dus het mooie van de zee zie je niet meer. Dus ze hebben een dubbele beveiliging. Weet je? Corona heeft, laat me zien, ik had het verleden al gezegd, er zijn twee series van corona bewoond. Schoenmakersstraat en de Koffiemakersstraat, volgens mij zijn de twee series die bewoond zijn. En de overige 10 niet bewoond. Dat houdt in dat die dijk op de 4e of de 5e dam of de 5e serie is gebouwd. En de rest is zee. Dus corona heeft zeker ongeveer 1 kilometer aan landverlies gehad. Begrijp je? Ja. En dat vind ik jammer. Men maakt zich niet druk met corona. Men maakt zich helemaal niet druk met corona. Men kent corona alleen wanneer de verkiezingen naderen. Ja. Dan komen ze met kraaltjes en weet ik veel. Opdonderen die gasten, man. Nee. Corona heeft het heel erg te verduren. Weet je, ik wil helemaal niet praten over die DC. Want die zit daar als spek en bonen. Wanneer het Kappenamengebied voorbijrijdt, heeft hij ook oog- en oorkleppen. Hij ziet niet wat er daar gebeurt. Maar het zijn ravijnen die daar zijn. Ja. Alleen maar schelpen roof. Weet je? Dus het is... En dat voegt ook natuurlijk toe aan het zee dat optrekt, als ze daar zo veel... Kijk, zo op mee neemt. Ik ken de afstand niet tussen de Kappenname en de zee. En wat daartussen zit. Ja. Maar er waren regels dat je mag graven aan de noordzijde, aan de zuidzijde van corona. Ja. En wel 100 meters verwijderd van de openbare weg. Ja, okay. Maar even een ravijn, dat is een straat die de man deed. En die mannen zijn nu regels zijn hier bezig ook aan de andere zijde te graven. Ja. Waar heb je? Zijn bezig aan de andere zijde. Zelfs op een begraafplaats, achter een begraafplaats. Ja. Die hebben graven nu. Ja. Ik had het verleden al gezegd, straks gaan ze beenderen opgraven. Ja. Is toch jammer. Ja. En dan wordt daar een districtscommissaris die mooi boy speelt. Voor jou bij staat hij dat beenderen dingen. Nee, bijvoorbeeld. Weet je. Je hebt zo een beetje terug aan straat, je ziet hem aan een skroppel. Maar wat verdient corona eraan? Niets. Ik vraag mezelf af wat de begroting is, de laatst gehouden begroting, wat dat deel van corona is. Misschien een paar honderdduizenden, niets meer. Maar als men corona weer moet upgraden, toch? Dan zal het een aantal miljoen dollars kosten. En dat gaat de overheid niet doen, toch? Nee. Dat gaat de overheid niet doen. Dus gaat gewoon verloren gewoon daar. Ja, bijvoorbeeld. Kijk, ik heb laatst, eergisteren nog, heb ik een interview van een dame gezien. Ik voelde me zo prettig. Een heel areaal. Alleen naar groenten, vruchten. Als mij ook wat trangen. Ja. Toch? En zo zijn er een aantal. Zo zijn er een aantal die hun best willen doen. Maar als je geen water krijgt uit de zwam, ja, in de maand, hoe ga je verder?
Toch? En dat vind ik jammer. Kijk, Coroni, de verantwoording over de infrastructuur van Coroni, onderhoud, infrastructuur, in het noorden, ja, is het ministerie van Openbare Werken. Midden Coroni is het RAS. En het zuiden, daar heb je een, het ministerie van LVV. En dat is dat het agrarisch gebied. Ja. Braga dus, noorden is aan de kant van de zee, hè? Nee. Nee. Ja, noorden is aan de kant van de zee, daar is voor en openbare werken. Ja. En aan de zuidzijde is het voor LVV. Ja, maar ja, ik denk ze ondersteunen elkaar. Toch? Of ze moeten elkaar ondersteunen. Maar wat je alleen maar ziet is alleen dichte trenzen, dot gotro, begroeid. Okay. Vroeger wij Coronianen toch? Wij Coronianen vroeger. We hadden geen waterleiding. Na kanar wat er weer dringen. Yeah. We zijn gezond gebleven. Krim. Krim blakka watra. We zwenseren naar ini. Toch? Krim blakka watra. Nou je vredig potty doina in a watra. Wat je weet niet wat je gaat oplopen. Weet je? Oké, maar dan is nu de vraag, wat is de oplossing? Hoe zie je wat er moet gedaan worden om die situatie ongedaan te maken? Hoe het nu aan toe gaat. In Coroni? Ja. Er moeten een aantal dingen in Coroni gebeuren. Punt 1. Er moet een deskundige districtscommissaris daar geplaatst worden. Ik had het verleden al gezegd. Een districtscommissaris met bestuurlijke kennis, management, yeah, en goed vertrouwen. Want als de Coroniaan jou niet vertrouwt, mag je opdonderen. Want ze gaan niet naar je luisteren. Toch? Dat is één. Ten tweede, een landbouwdeskundige op LVV die de agrarische sector kan begeleiden met trainingen, of laat me het anders zeggen, begeleiden in brede zin, ja, toch? En het meest belangrijke is dat etnisch gebeuren op het ministerie van LVV moet nu ophouden, want elke regering die aan de macht is, heeft een etnisch minister. Laat anderen ook hun kennis tonen. Want dan dit. Toch? Wanneer je een etnisch minister hebt, het eerste wat ze doen, Nikeri. We hebben het al meegemaakt. Nikeri, Nikeri. En wanneer ze willen pissen, dan stoppen ze even bij Coroni en vervolgens gaan ze verder. Weet je? En dat moet nu ophouden. Isabi. Kijk bijvoorbeeld, ga ik je weer wat vertellen. Ook laatst gelezen. Lelydorp. Men wil Lelydorp een beetje upgraden. Andersom. Het is gezegd. Er is een commissie benoemd van 20 man. Kijk wie ze zijn. Het is geen Brontje Jari. Kijk wie ze zijn. Er wonen verschillende bevolkingsgroepen op Lelydorp. Maar kijk wie ze zijn. Het is geen Brontje Jari. Toch? Lelydorp heeft een bank. Lelydorp heeft. Lelydorp heeft alles wat men in Paramaribo heeft. Ja. En wat ga je meer upgraden? Terwijl er andere districten zijn die het nodig hebben. Maar je gaat Lelydorp upgraden omdat je daar woont. Weet je? Nee, maar hey, laten we eerlijk met elkaar omgaan, man. Okay. Dit land is een heel mooi land. Weet je? Een land, een vredelievend land. Toch? Laten wij als broeders en zusters met elkaar omgaan. Maar de politiek verdeelt ons. Het kapitalisme maakt ons kapot. En niemand maakt zich druk. Weet je? De sociaal-maatschappelijke toestanden. Sociaal-maatschappelijke verarming. Die groeit. Zelfmoord. Ontwrichting gezinnen. Weet je? Jonge kinderen verlaten het huis, toch? Voor bezoeken de money aan Dorosé. Je gaat naar een supermarkt. Als je bij de kassa komt,
Ik wil het niet zeggen, maar afijn. Zelfs de naam van Jezus wordt niet zoveel in de kerk genoemd als bij de supermarkt. Ja. Omdat die mensen het heel erg zwaar hebben. Ja. Weet je? Dus we moeten nu echt kijken hoe wij uit dit probleem komen. Maar deze regering, nee, sorry. Deze regering verdient voor mij geen schoonheidsprijs. Ja. Echt niet. Weet je, als ze goede dingen hebben gedaan, ga ik het ook zeggen. Maar alles is commissie, 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 rest nul. Weet je, alles is rest nul. Ernstige strafbare feiten, rest nul. Weet je, dat zou je doen, maar over. Het is jammer. En dan praat men over licht in de tunnel. Wat voor tunnel? Een tunnel doemeru en autan doemeru. Omdat naar ons ref, de maasref en met atunnel doemeru. Leef in hoop en sterf in de verwachting. Dat geven ze ons mee. Ja. Begrijp je? Dat geven ze ons mee. Ah, boom. Dan hebben we de dingen besproken voor vandaag. Ja. Wou je nog? Mag ik nog iets zeggen? Ja. Ik wil het Surinaams volk oproepen om alertheid te betrachten. Ik wil het Surinaams oproepen, Surinaams volk oproepen, om niet open te staan voor verdeeldheid. Ik wil het Surinaams volk oproepen om naar elkaar toe te groeien. En niet luisteren naar die verhalen die men vertelt over de tunnel. We hebben geen geduld meer. Het geduld is opgeraakt. Ja. Nog wat? Ik zeg het niet gemakkelijk. Hebben we een VP in Suriname? Geloof ik wel, dat niet erin zijn. Ik vraag mezelf af als we een VP hebben in Suriname. Want alles wordt om de VP heen gedaan. Alle besluiten worden genomen om de VP heen. En hij zegt gewoon, ik weet het niet. Ik bedoel, als je het niet weet, dan moet je de eer aan jouzelf houden. Dan ga je als een grote man uit die veldstortplaats Ornamibo. Toch? Maar als je dat niet doet, dan ben je mede verantwoordelijk voor alle ellende die wij hier hebben ondervonden. Of wat wij hier ondervinden. Ja. NPS Harris Refpuru. Maar NPS is ook mede verantwoordelijk geweest voor die ellende. Ja. Begrijp je? Dus dat wilde ik nog zeggen. Maar Uhoro Srevi Bradang Aziza, laten we bidden dat het goed komt. En 2025 noem ik nog een increase, maar kon kies onu naar zoete woordjes, naar money, whatever. Toch? Gebruik je verstand en kies voor wie je moet kiezen. Met Ako Grantani. Dat was het dus, een gesprek met de heer Wolf. U kunt meemaken, klik op abonneren en vind het leuk. Dus Mario Pinaas voor CUT vandaag. Dit was SUTV vandaag. Klik op de like. Vergeet niet te klikken op abonneren.